Wat wij vandaag gaan doen is 12 uur lang overleven in deze Tesla. Nee, people. Waar kennen jullie elkaar van? Wat vinden jullie het leukst aan elkaar? Yo jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag ga ik iets hartstikke leuks doen samen met Suus. Gezellig weer. Wat wij vandaag gaan doen is 12 uur lang overleven in deze Tesla. Heb je er zin in? Ja. 12 uur lang, je moet ook slapen, hè? Ja, maar ik denk wel dat het leuk is. Het wordt fucking leuk. Kijk. Wij hebben van Tesla iets heel leuks meegekregen. Namelijk, blijkbaar kan je in de Tesla Model X gewoon een heel bed achterin leggen. Dus kijk, er zit een heel matras in. En de stoelen zijn daar helemaal plat. Dit ligt nu allemaal nog een beetje rommelig, maar dat gaan we allemaal nog helemaal goed leggen en zo. Maar we hebben dus gewoon een bed in een auto. Dus ik denk dat het hartstikke goed moet komen. In de vorige video, dat ik met Ruben samen ging overnachten in de auto, had ik dus eigenlijk geen bed. Dus sliepen we gewoon op de planken, zeg maar. Dat was niet heel comfortabel. Maar dit is denk ik wel comfortabel. Dit moet wel goed komen. Dus ja, kijk. Het ziet er lijp uit. Nou, Suus, je weet wel dat je er nu dus niet meer uit mag, hè? Dus dit 12 uur. Hoe laat is het nu? 5:30. Oké, laten we zeggen 6:30. Het is 6:30. Ja. Dus we mogen pas om 6:30 ochtends morgen weer uit de auto. Okay. Nou, dan ga ik ook maar de auto instappen en dan gaan we maar gewoon een beetje kijken wat we gaan doen. We moeten natuurlijk ook nog ergens eten, maar we mogen de auto niet uit. Dus de enige optie die we eigenlijk hebben is McDonald's. Of iemand moet ons wat komen brengen, want we mogen er niet uit. We hebben wel eventjes wat lekkere dingetjes meegenomen. Kijk, we hebben chips meegenomen en achterin hebben we nog allemaal flessen water en zo. Weet je wel, want dat hebben we ook nodig. Een soort van overlevingspakketje. En dan, ja, laten we maar gewoon gaan. Oké, wij hebben dus iets heel erg leuks. Namelijk, Suus die kwam er mee met TikTok. Een bepaald soort TikTok. Dat, ja, jij kan het misschien beter uitleggen. Ja, je ziet op TikTok wel eens van die filmpjes dat dan dochters en moeders gaan bellen van, yo mam, ik ben aangehouden omdat ik te hard reed of zo. Ja. En dan, maar ik heb gezegd dat het was omdat jij van de trap was gevallen. Of ergens buiten of zo was gevallen. En dan, maar de politie volgde me naar huis of zo. Om te kijken of het echt waar is. Of het dus echt waar is. Ja. Dan moet je dus kijken of die gaat liggen of zo. Ja, dus weet je wat het doet? Kijk, ik kwam dus op het idee. Want wij willen heel graag sushi eten. Ik heb gewoon echt zin in sushi. Dus wat we gaan doen, ik ga gewoon Niek bellen. Ik zeg, yo Niek, kan jij alsjeblieft sushi voor ons halen? Want wij mogen de auto niet uit en dat doet hij waarschijnlijk toch wel. En dan, want het is nu nog 22 minuten rijden naar het huis van Niek. Ik ga dan Niek bellen en dan ga ik zeggen van, yo, ik ben aangehouden omdat ik te snel ben gegaan. En ze achtervolgen me nu naar jouw huis omdat ik heb gezegd dat jij bent gevallen met de boodschappen. En daarna heb je niet meer gereageerd. Dus ik ga dan gewoon kijken of hij ook daadwerkelijk dan op de grond ligt als we daar aankomen. En ik vind het nog wel echt iets voor Niek om dat alsnog gewoon te doen. Dus ik ga hem eventjes bellen en dan gaan we vragen of hij voor ons sushi wil halen. En dan daarna ga ik hem bellen en zeggen dat we zijn aangehouden. Dus ik ben heel erg benieuwd naar zijn reactie. Zoals je kan zien hebben we nog 474 kilometer over. En dat moet wel goed komen, denk ik. Oké, we zijn eventjes gestopt langs de weg. Want het is natuurlijk niet handig om te bellen tijdens het rijden. En helemaal niet met dit, omdat je toch wel even iets moet uitleggen. Maar ik ga nu Niek bellen. En ik ga vragen of je sushi voor ons kan halen. Laten we dat eerst even doen. Joepie! Hey, Joep! Joepie! Hey, ik zit vast. Wat? Ik zit vast in de auto. Hoe bedoel je, zit vast? Ik ben een YouTube video aan het maken. 12 uur overleven in de auto. Oh! Samen met Suus. Hey! Oh, geld. Wat zeg je nou? Oh, ze kon ik horen natuurlijk. Leuk, man. Leuk. Hoi, Suus. Hoi. Echt leuk. Wij hadden dus een vraag. We hadden dus een vraag voor jou, Jopie. Ja. Wij hebben echt super veel zin in sushi, maar we mogen de auto niet uit. Oh, lekker voor je. Ga ik er niet uit eten? Nee, maar. Mijn vraag was dus: kan jij misschien sushi voor ons halen? Oké, is goed. Ja? Ja, wat lief. Zo, dat ging wel heel makkelijk. Ik had echt verwacht van, nee, zoek het maar uit. Oké, top. Nee, als jij het even door is, dan zijn wij zijn over een half uurtje. Lukt dat? Ja, dan wacht je maar even. Ik weet niet hoe snel we zijn. Of drie kwartier. Drie kwartier, doe maar 3 kwartier. Oké, 3 kwartier. Oké, Jopie, dan zie ik je over 3 kwartier. Okay, joe. Nou. We gaan sushi eten. Oh, ik heb er echt zin in. Nou, we hebben dus nu Niek gebeld en hij wil sushi voor ons halen, dus dat is top. En dan gaan we nu even, denk ik, een half uurtje wachten. Of iets langer. En dan zeggen dat we zijn aangehouden. En dan ben ik echt benieuwd naar zijn reactie. Ja, ik ook. A few moments later.
Goed, wij hebben nu alweer een half uur staan wachten in de buurt van Niek ergens. En wij gaan dus nu Niek bellen om te zeggen dat we zijn aangehouden. En ik ben benieuwd wat hij zegt. Ik ben echt benieuwd. We gaan bellen. Joepie. Ja, even kut. Heel even iets geks, maar... er staat nu een politieauto voor ons en we reden op die weg bij jou in de buurt daar. Zo'n tweebaansweg, waar je 80 mocht, maar ik ben gepakt met 100. Dus we staan... Sukkel. Ja, nee, maar hij is dus nog niet weg, dus ik dacht ik bel even snel. Maar hij zit nu, er staat nu een politieauto voor me. Alleen, ik heb dus als reden gezegd, want ze zeiden van waarom rij je zo snel? Toen heb ik gezegd dat jij boodschappen voor ons was gaan doen. En dat jij dus van je fiets bent gevallen en dat je daarna niet meer hebt gereageerd. Ik gast, wat moet ik anders? Ik heb geen zin in een boete. Wat de fuck ga je mij erbij halen, jongen? Waarom? Ja, en nu? Ja, en zij zeiden dus van oké, nou dat is een goede reden, maar dan rijden we achter je aan om te kijken of het serieus is. God roep ik. Nee, echt niet. Dit is een grap. Ja, ik zou willen dat het een grap is, maar is het serieus? Waarom de fuck rij je ook altijd zo hard, jongen? Maar... Oh, wacht, ze komen nu hierheen. Maar wil je het doen of niet? Want dan, ze komen nu hierheen. Ja, maar wat moet ik doen? Ja, gewoon ga... weet ik veel, ga daar voor je huis even op de grond liggen of zo. Anders dan lijkt het alsof het nep is. Fucking, serieus? Ja, ze komen nu. Niek? Wil je het doen, ja of nee? Zeg het nu. What the fuck? Oké, ja, kom maar. What the fuck? Mam. Oké, later. Oké, Nee, als hij nu... Hij was in paniek. Yeah. Hij snapte het niet hoor. Nee. Als hij nu op de grond ligt, dan ga ik zo hard lachen. Oké, nou, we gaan nu naar Niek. En dan gaan we kijken of hij serieus op de grond ligt. Ja. We rijden nu de straat van Niek in. En we gaan nu kijken of hij er ligt. Ligt hij er? Niek! Nee, niet op. Serieus? Waar is de politie? Fucking moordervink! Nee, kom terug! Niek, alsjeblieft! Wat is dit? Wat ben je aan het doen? Kom even! Is er echt geen politie? Kijk jongen, het regent ook nog! Ja, je voor de we gingen voor de graf doen alsof we werden aangehouden door de politie. Kijken of je, echt zo voor ons zou helpen en zou gaan liggen. Nee. En hij is gaan liggen. Nee, is wel goed, Frank. Hij is goed, hè? What the fuck, ouwe? Maar Jopie! Mijn moeder zei... Ga maar liggen dan nou. Ja, what the fuck. Maar hoe lang heb je... Ik haal bij de Albert Heijn. Ja, echt? Dankjewel. Laat zien. Ja, het regent dus het benzijn was ik. Oh, je hebt ook bakjes gehaald en zo. Dan kan je daar... Heb je sojasaus meegenomen? Ja. Ja? Alles zit erin. Je bent echt een schatje. Wat lief, joh. Fuckers. Wil jij een stukje? Het regent fucking hard, nee, ik in dat. Maar jij gelooft het dus echt? Ja. Jij dacht dus echt dat de politie achter ons aan zou komen rijden? Nou, ik word heel vaak aangehouden, dus ik zou willen dat ik iemand een excuus heb. Dus ja, weet je, I got your back, man. Oh, wat zou je dan doen dan? Je bent een topper. Nee, wij gaan hier overnacht. Oh, sorry. Ja. Nee, wij gaan hier overnachten 12 uur lang. Hier achter lekker in dit bedje. En we mogen de auto niet uit en we moesten nog eten, dus we dachten, nou, Niek Rosen. Nee, het regent. Oh ja, het regent. Nee, het regent. Ik heb hier fucking 10 minuten gelegen buiten. Nou, Jopie, echt dankjewel. Deze hou je van me te goed en wij gaan er weer vandoor. Ja, deze hou ik echt van je te goed. Nou, veel plezier. Geen vieze dingen doen, hè. God, weet je wel, nee. Nou, je bent een topper. Doei, Jopie. Zo, we zijn eventjes ergens langs de weg gestopt. Want we gaan hier sushi eten. Moet je eens kijken wat een mooie lucht. En moet je eens kijken wat een leuk uitzicht. En moet je eens kijken wat een leuk uitzicht hier ook zit. Nou. En laten we eens eventjes kijken wat ome Niek allemaal heeft gehaald. Lekker, kip. Niek heeft echt veel gehaald volgens mij. Ja, dat is ook genoeg in ieder geval. Nou, dit is helemaal top. En kijk hoe schattig. Kijk, Niek heeft van die kleine bordjes gehaald ook nog. En hij heeft bekertjes gehaald waar we sojasaus in kunnen doen. Oh, dus stop. Overal aangedacht. Dus wij gaan nu lekker eten. En we kunnen dus ook hier Netflix op kijken. Als ik dit doe, entertainment, staat hier Netflix. En dan druk ik op Vincent, want dat is mijn naam. En dan kunnen we gewoon Netflix kijken. Terwijl we lekker sushi gaan eten. Hoe leuk. Leuk, hè? Gezellig. Nou, wij gaan lekker eten.
En dan... Oh, de film begint al. Oh ja, en we gaan zo nog eventjes wat leuke vragen beantwoorden van mensen. Want ik heb op Instagram gevraagd om vragen achter te laten voor mij en Suus. Dus die gaan ze ook nog eventjes beantwoorden. Dus blijf vooral kijken. En vergeet niet te abonneren. Want ik zie dat 75% van de mensen die naar mijn video's kijken is gewoon niet geabonneerd. Dus doe dat eventjes. Klik gewoon even op die abonneerknop. Zou top zijn. En dan gaan wij nu eten. Hey, thanks. Dankjewel. Kijk, lekker filmpje kijken. Oh, en we hebben even het dek over trek hebben hier neergelegd. Zodat het niet vies wordt in de auto met sojasaus. Want dat willen we niet hebben. En dat vindt de eigenaar van deze auto ook niet leuk. Zo, wij zijn lekker aan het eten. Maar Nieke heeft wel een beetje veel gehaald eigenlijk. Precies, die heeft daar eventjes een flits bij zich gehouden. Maar wij gaan nu eventjes een plekje zoeken waar wij gaan overnachten eigenlijk. Want we kunnen natuurlijk niet ergens midden op straat staan, want dat is een beetje onveilig. Want stel, er komt wel iemand of zo, dan nemen ze Suus mee. Ja. Dan nemen ze Suus mee, nee. Dus we moeten wel even ergens een plekje waarvan we weten van oké, dit is wel oké. Dus we gaan gewoon even rondrijden en een beetje kijken waar we goed kunnen staan. En dan moet u nog... deze zooi helemaal gaan opdekken en klaarmaken. Dus dat wordt nog eventjes een taakje. Maar wij gaan dus nu even een plekje zoeken. Dus ja, lekker rijden. Ik weet niet of jullie dit plekje nog kennen. Maar hier ben ik toen ooit ook geëindigd met Ruben. Maar wij staan dus nu op de boulevard in Zandvoort. En ik denk dat het hier wel leuk is om te staan. Want morgenochtend dan is het leuk als je wakker wordt en je ziet opeens de zee... en het strand, dus dat is hartstikke leuk. We weten nog niet per se of we hier echt gaan slapen op deze plek. Maar hier gaan we gewoon eventjes het bed ook klaarmaken. En we gaan nog die film verder kijken. En we gaan nog de Q&A doen. Oké, jullie hebben dus vragen ingestuurd via DM. Dus we gaan gewoon eventjes kijken wat er voor leuke vragen er zijn. Waar kennen jullie elkaar van? Suus en ik kennen elkaar nu eigenlijk al bijna 3 jaar. Wij gaan altijd met de familie, ik zeg maar met mijn familie, gaan we altijd op vakantie naar Servaus. En daar was jij ook. Ja, ik ga er ook altijd heen. En toen hebben we elkaar leren kennen in de après-ski. Nu derde jaar... 3 jaar later. 3 jaar later hebben we een relatie. Heb je nog grote dromen, Vint? Ja, ik zou ooit wel op een gegeven moment willen gaan optreden met muziek of dat soort dingen. Of echt wel een lijpe film gaan spelen. Of echt gewoon een actiefilm of zo. Dat lijkt wel vet. Wat vinden jullie het leukste aan elkaar? Jij mag beginnen. Nee. Jawel. Nee. Jawel. Nee, jij, nee. Ik vraag maar, wat vind jij het leukste aan mij? Ik weet het niet zo goed. Ja, je bent gewoon leuk. Er is niks leuks aan mij. Ja, wat vind ik het leukste aan jou? Gewoon dat je lekker normaal bent gewoon. Ik vind het ook gewoon chill dat je gewoon lekker normaal bent. En ja, je bent gewoon jezelf. Heel vaak meiden die tegenwoordig allemaal anders doen om gewoon erbij te horen en zo. En jij bent gewoon lekker normaal, lief, knap. Dus alles in één. Stop. Hè? Stop. Oh, hoe ver wonen jullie van elkaar? Dat is wel leuk. Dat is wel een goeie, ja. Nou ja, ik woon in Haarlem. En Suus die woont in Rotterdam. Dus dat is ongeveer 1 uur van elkaar vandaan. Ja. Denk wel. Als ik met de auto ga, is het 1 uur. Maar als Suus met de trein moet gaan, dan ben je wel 2 uur onderweg. Ja. Maar heb jij daar moeite mee? Nee, jij eerder. Hoezo ik eerder? Ja, jij had er eerst wel moeite. Ja, eerst wel, ja. De jaren hiervoor had ik er wel moeite mee, maar nu niet meer. Ik heb nu mijn eigen auto, dus het is gewoon makkelijk erheen rijden. En dan, hè. Maar ik vind het gewoon lekker om even ergens anders te zijn. Maar we hebben niet gezegd de jaren daarvoor, zeg maar. 3 jaar geleden vonden we elkaar ook al een beetje leuk. Maar ja, hij vond het een beetje lastig. Alleen nu vindt hij het niet meer lastig. Nee, eerst was het gewoon moeilijk. Kijk, toen zat Suus ook gewoon op school. Ik zat er gewoon op school. En dan was het was gewoon moeilijk. Want dan moest ik weer eerst met de trein daar helemaal heen. En ik vond het leuk om naar je toe te gaan. Maar het was gewoon net even allemaal moeilijk. En het werkte gewoon niet. En nu werkt het wel. Ja, leuk, hè? Wie heeft de verkering gevraagd? Dat was ik. Ja. Weet me ook niet. Ik zei ze van, hey, wil je met mij verkering? Zo heb ik niet gezegd. Nee, ik heb niet echt verkering gevraagd. Zo heb ik het niet gedaan, maar uiteindelijk was het gewoon heel erg duidelijk dat jij mijn vriendin was. En dat hebben we wel nog even duidelijk uitgesproken. Ik heb het wel uitgesproken van, oké, dus je wil je mijn vriendin zijn? Zo. Ja. Hebben jullie vaak ruzie? Ja, iemand vraagt, ik wil die ook zeggen. Hebben jullie vaak ruzie? Nee, echt nooit. Nee. Echt nooit. Ik kan me ook niet voorstellen waar we eigenlijk ruzie om zouden kunnen hebben. We hebben ook echt nog nooit ruzie gehad. Nee. Maar wat ik ook zei, ik kan ook nu niet bedenken van, oké, nou daar kunnen we ruzie om hebben. Nou, dus wij hebben geen ruzie. Nee. Nee. Hoe hebben jullie corona overleefd? Dat is wel een leuke vraag. Ja, maar eigenlijk is corona nog niet voorbij. Maar ik denk dat ze bedoelen, hoe heb je quarantaine overleefd meer? Ja. Dat we echt op lockdown gingen. Wij hadden eigenlijk precies het weekend voordat we op lockdown gingen. Werd het officieel, maar eigenlijk was in januari een beetje, was gewoon wel... Ja, we zagen elkaar sinds januari elke week wel. Maar vanaf 7 maart was het echt officieel. En precies daarna, volgens mij 10 maart of zo. Nee, 13.
13 maart, ja. Nou, toen ging het dus op lockdown. Nou, lockdown moesten we allemaal in quarantaine. Sindsdien hebben we, eigenlijk zijn we elke keer bij elkaar geweest wel. We zijn een beetje samen in quarantaine doorgekomen. Ja, de eerste 2 weken niet. Nee, oh ja, de eerste 2 weken niet. Omdat mijn ouders die vonden het niet goed als ik naar Suus ging. Want zij kwamen zelf uit Panama. En zij waren bang dat zij het zouden hebben. En dat ik het dan over zou geven aan de familie van Suus. En aan Suus. Dus na 2 weken. Ja, na de eerste twee weken van quarantaine hebben we elkaar eigenlijk alleen maar gezien. Ja, na 2 weken was het zo dat we elkaar mochten zien. Maar toen wel even gewoon een tijdje, zeg maar. Dat je, dus dan ben ik een week bij jou geweest. Ja. En toen daarna was het gewoon... En daarna gewoon... Beetje... Dus zo hebben wij quarantaine overleefd. Ja, en nu zitten we hier in de auto. En nu moeten we 12 uur overleven. Ja. Mijn god, ik denk dat we gewoon weer lekker de film gaan kijken. Ja. Ja, we gaan weer lekker de film kijken, schot. Zo, we gaan het bed opmaken. Alleen, het is toch nog best wel even een klusje. En we hebben de auto trouwens nu op cam mode gezet. Dus dan blijft de airco, blijft dus gewoon aanstaan. En als het goed is, is hij vergrendeld. En dat ding blijft ook aanstaan, dit beeldscherm. Volgens mij. Die gaat er uiteindelijk uit. Maar uiteindelijk moet hij uitgaan, dat willen we wel. Maar goed, laten we dit gaan klaarmaken hier. We gaan het bed opmaken. Maar het is nog best wel even een beetje een klusje. Je moet eerst het bed overtrekken overheen. Ja. Als jij het nou aan die kant doet. You won't be sometimes and then you don't. A few moments later. Zou je, hier kun je toch prima slapen? Ja. Toch? Wel lekker hoor. Ik denk, kijk, hier bent het. Maar als je zo ook ligt. Hier, ik raak nu nog steeds het ding niet aan. Ja, als je echt ligt wel een beetje. Maar ja, als ik helemaal recht lig. Dan raak ik hem aan. Ik denk dat we hier hartstikke heerlijk kunnen slapen. Ja. Wij liggen. Ja. En wij gaan lekker slapen. Het is nu 12 uur. Dus nog... 7,5 uur. Nee, half 7. 6,5. Oh, 6,5 uur. Nog 6,5 uur en dan mogen we eruit. Maar als wij nu lekker gaan slapen, dan komt dat helemaal goed. En dan is het snel weer morgen. Ja. Nou jongens, slaap lekker en hopen dat we een beetje een fijne nacht hebben. Ik denk het wel. Eerlijk gezegd, ik denk wel dat je... Ik vind het wel een soort van een beetje eng. Het is wel een beetje eng, ja. Want we weten dus niet of de auto dus nu op slot is. En er blijven wel de hele tijd mensen langs rijden. Dat is wel een beetje eng. Ja, en er lopen hier ook allemaal mensen. Maar goed, het komt helemaal goed. En als het niet meer veilig is of zo. Of dan gaan we lekker naar een ander plekje. Of dan gaan we ergens bij iemand op de oprit staan die ik ken. Maar we staan voorlopig gewoon goed. Ja. Dus slaap lekker en tot morgen. Dames en heren, jongens en meisjes, 8:15. Oh, kijk eens eventjes. Goedemorgen, schat. Goedemorgen. Heb je een beetje lekker geslapen? Ja, ik heb wel lekker geslapen. Best wel, hè? Ja. Zo, ik ben dus al, zoals jullie net zagen, was ik al even, goedemorgen. Zoals jullie net zagen, was ik al iets eerder wakker, rond 7 alweer. En daarna zijn we nog even doorgeslapen. Maar ik zeg je eerlijk, ik heb echt lekker geslapen. Ja, ik ook. Ja, en ook gewoon pas om 8:15 wakker worden, weet je. Kijk, vorige keer met Ruben waren we echt precies rond het bepaalde tijdstip waren we gewoon eruit gegaan. Maar nu zijn we langer gebleven dan het eigenlijk moest. Ga ervoor, je bent vrij. Maar wel een mooi uitzicht. Dat is leuk, hè? Goed, wij mogen dus nu de auto uit en we hebben de 12 uur overleefd. En ik heb de 12 uur met jou overleefd. Goh, wat een... Dat was nog een pittige taak. Wat een pittige taak was dat. Maar goed, wij gaan lekker naar huis. Dus vond je dit een leuke video? Laat dan even een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.